Okay. Nou, ik sta hier bij een meneer die is hier vandaag met een actiegroep in Almelo. Dat is een actiegroep die wereldwijd actief is. Paul heet je, geloof ik. En kun je er iets over vertellen? Ja, mijn naam is Paul. Ik sta dus hier op persoonlijke titel. Alles wat ik zeg is ook op persoonlijke titel. Kijk, we hebben de virus. Ja, die is in maart is die in ons land ingetreden met allerlei regels erbij. Het onmenselijke noem ik dat. Mensen op afstand zetten, niet meer mogen knuffelen, elkaar mogen aanraken. Als je een virus wil bestrijden en je wil de hart en de ziel uit de mens halen, dat kan niet. Dat is onmogelijk. We zijn geboren met vrij adem. We zijn geboren om samen met vrienden te mogen zijn, zoals wij dat graag willen. En op die manier kunnen we namelijk geen virus bestrijden. Als mensen dat geloven, dat kan omdat ze naar de NOS kijken, geloven misschien in het plan van de regering en het OMT en het RIVM. Het kan zijn dat ze het geloven. Ik geloof in mijn geboorterechten, ik geloof in mijn ziel, in mijn hart. En ik geloof dat wij in contact mogen staan met uitwisseling van bio-organismen. Dat wil zeggen bacteriën, er vliegt van alles door de lucht. Dat is heel goed. Dat is ons cadeautje, wat we krijgen van de natuur. En wat de natuur ons gegeven heeft, kan niemand ons afpakken. En dan kunnen we ook mensen niet meer beschermen. Dus de regels die er nu zijn, kunnen we mensen niet meer beschermen. Kan niet, onmogelijk. Mensen geloven het, oké, dat kan, maar kan namelijk niet. En dan zit er iets anders achter. En dat plan heet Agenda 21-2030. Is heel makkelijk op te zoeken op verschillende mediakanalen. En dat heet New World Order. New World Order is een plan wat ons voorgeschoteld is met universele basisinkomens, één wereldregering. Nou, dat moeten we niet willen. Daar wordt niemand blij van. Er wordt ons voorgeschoteld als een heel mooi programma. Moeten we niet willen, want het is het Chinese staatssysteem. Met heel veel camera's, technieken, digitalisering. Een soort Big Brother is watching you. Ja, het bestraffen van negatief gedrag, het belonen van goed gedrag. Nou, ik moet zeggen dat ik het gedrag van onze regering en niet positief vind. Want wij mogen mens zijn en onze geboorterechten afpakken. Ja, dat vind ik een zeer een onaantrekkelijk plan. Ja, en nu zijn jullie hier vandaag in Almelo. Ja. En lopen jullie in speciale witte pakken. Waarom witte pakken? Oh, dat heeft te maken met, we moeten dus steriel zijn. Blijkbaar kunnen we elkaar door middel van een hand geven of met elkaar in contact staan binnen de anderhalve meter. Dus besmetten, dat is wat ons wordt voorgespiegeld. Nou, totale kul. Maar we staan hier nu eigenlijk in een soort ziekenhuisomgeving. Vandaar die pakken. We hebben haar overschoenen, handschoenen, masker op. Om de steriliteit van het plan te laten zien. Oké, en jullie zijn met ongeveer 12 mensen, zag ik dat? Nou, hier waren we met 6 koppels, ja. Maar zeg maar, we hebben gewoon, we deden het een beetje verdeeld over het land. Overal in het land hebben jullie van deze actie. We zijn al half op weg. Dus en we willen graag mensen bewust maken van dat er wel wat speelt. En we hopen dat mensen zich bewust gaan worden van wat daar de bedoeling van is.